Dit is nieuwsuitzending nummer 206 en die gaat over Donald Rumsfeld. Dit is een filmpje dat ik al een tijdje ken. En dat gaat over een mevrouw die heet Cynthia McKinney. En die ondervraagt Donald Rumsfeld over NORAD. Dat is dan een of andere oefening, of nee, een North dinges. Het heeft te maken met 9-11. En het gaat over die oefeningen van 9-11. Het is best aardig wat ze doet. En ik ga dit even laten afspelen. En ik grijp even in als ik dat nodig vind. En mijn computer meewerkt. Ja, mijn computer werkt mee. Dus dan hebben we nou het ding aan het begin. En, dus, luister maar even. Het is wel Engels, maar jullie kunnen wel wat Engels hebben. I thank the gentlelady from Georgia, Ms. McKinney. Oh, thank you, Mr. Chairman. Mr. Secretary, I watched President Bush deliver a moving speech at the United Nations in September 2003, in which he mentioned the crisis of the sex trade. The president called for the punishment of those involved in this horrible business. But at the very moment of that speech, DynCorp was exposed for having been involved in the buying and selling of young women and children. While all of this was going on, DynCorp kept the Pentagon contract to administer the smallpox and anthrax vaccines. Sorry, ik neem een hapje soep. Een champignonsoep aan het eten. Maar kijk, hier gaat ook mijn ding over. Zij heeft het erover. Het gaat dan over 9-11 of zo. En ze begint met de slavenhandel, de seksslavenhandel. En dan schakelt ze over naar vaccinaties. Luister maar even verder. And is now working on a plague vaccine through the Joint Vaccine Acquisition Program. Mr. Secretary, is it policy of the U.S. government to reward companies that traffic in women and little girls? That's my first question. Okay, dan gaan ze weer terug. Who traffic women and little girls? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat er ook gewoon kleine jongetjes verhandeld worden, hoor. En waar je het over hebt, is een overheid die gewoon ziet dat de eigen regels die zij hebben opgesteld in consensus met ons, mogen we hopen, die regels worden overtreden en er gebeurt helemaal niks. En Cynthia McKinney, ja, de haar zit goed. In my second question, Mr. Secretary, according to the Comptroller General of the United States, there are serious financial management problems at the Pentagon. Wat nou? Ze had toch die eerste vraag? Ging dus over, wat hoor ik? Er worden mensen verhandeld voor de seks en die vaccinaties die kloppen ook niet. Dat is mijn eerste vraag. Nou, mooi zo. Wat is de volgende vraag? To which Mr. Cooper alluded. Fiscal year 1999, 2.3 trillion missing. Fiscal year 2000, 1.1 trillion missing. And DOD is the number one reason why the government can't balance its checkbook. The Pentagon has claimed year after year that the reason it can't account for the money is because its computers don't communicate with each other. Nou, nu wordt het echt belachelijk. Dus deze Cynthia McKinney, dat is een geniale vrouw. En die zegt, ik heb Donald Rumsfeld aan zijn kloten. En ik ga hem aanpakken op seksslavenhandel. Rare vaccinatieprogramma's. En dan nu heb ik gehoord dat de computers sluiten niet aan op elkaar. Nou, daar gaat Donald Rumsfeld zo dadelijk een heel mooi antwoord op geven. Mevrouw met je mooie oorbellen. My second question, Mr. Secretary, is who has the contracts today to make those systems communicate with each other? Wat is dat dan weer? Er moet een bedrijf aangenomen worden
om de computersystemen van de Amerikaanse overheid op elkaar aan te sluiten. Want die klojo's van hun automatiseerders daar zijn niet bereid om gewoon één uniform systeem te maken. En zij wilden weten wie heeft dat contract gekregen. Dan ga ik bij hem langs en dan kan ik wel een lekker baantje bij hem krijgen. Ga ik ook lopen zeuren van laat het beter worden voor $100,000 in de maand. How long have they had those contracts? Ja, and precies. Hoe lang hebben ze dat contract al? Want zij willen ook meesnoepen. How much have the taxpayers paid for them? Exact. Over hoeveel geld hebben we het hier? Want Cynthia McKinney die is op zoek naar een baantje om de computersystemen aan elkaar te koppelen ofzo. Of ze heeft een neef en die kan het dan wel. Maar wat schuift dat eigenlijk? Wij hebben het over. Finally, Mr. Secretary, after the last hearing, I thought that my office was promised a written response to my question regarding the four war games on September 11th. I have not yet received that response, but would like for you to respond to the questions that I've put to you today, and then I do expect the written response to my previous question, hopefully by the end of the week. Zo zeg. Ja, zij wil weten. Hoe zat het nou dat er dus tijdens die aanslagen van 11 september, dat er oefeningen gaande waren die exact hetzelfde scenario hadden? Ja, hoezo vragen ze dat dan? Dat weet ze toch al lang? Dat weet ze toch? En wat wil ze dan weten? Dat Donald Rumsfeld gaat zeggen van ja, meisje, kijk, wij deden een valse vlag aanslag. En dan moet je altijd van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren, want anders dan valt het eigen leger jou aan. Hè? Dus je moet het leger goed voor de gek houden. Oké, kijk wat Donald Rumsfeld te zeggen heeft. Thank you, representative. First, the answer to your first question is no, absolutely not. The policy of the United States government is clear, unambiguous, and opposed to the activities that you described. The dat was de eerste vraag ook weer. We zijn gebleven bij 233. We pakken even de eerste vraag terug. Wat was de eerste vraag? Watched President Bush deliver a moving speech at the United Nations in September 2003. In which he mentioned the crisis of the sex trade. The president called for the punishment of those involved in this. Precies. Dus haar vraag was dus, is er sprake van seksslavenhandel? Nou, weet de overheid seksslavenhandel te voorkomen? Nou, dan gaat dus de Donald Rumsfeld. Nou. To the activities that you described. The second question. Well, how do you explain the fact that hoe zit het met die vaccinaties eigenlijk? DynCorp and its successor companies have received and continue to receive government contracts. I would have to go. Kijk, DynCorp is gewoon een Amerikaanse contractor of zo. Ja, die krijgen natuurlijk contracten met de overheid. Ja. Waar gaat het dan om? Heeft DynCorp meegewerkt aan een slavenhandel? Ja, ik denk het wel. Dan pak dat dan aan en niet zo zeuren. Oh, and find the facts, but there are laws and rules and regulations with respect to government contracts. And there are times that corporations do things they should not do, in which case they tend to be suspended. Oké, dus hij zegt nu al gelijk. Ja, het komt soms voor dat onze contractors, die gaan er gewoon sekshandel doen. Ja, kan je niet echt voorkomen. En dan gelijk die contracten op te zeggen, ja, we hebben het over. Handhaven van de wet. Daarvoor moet je in Noord-Korea zijn bij Kim Jong-il. For some period, there are times then that the, under the laws and the rules and regulations for the, that passed by the Congress and implemented by the executive branch, that corporations can get off of the out of the penalty box, if you will, and be permitted to engage in contracts with the government. They're not generally not barred in perpetuity. This contract, this company was. Van de laatste begreep ik helemaal niks. Dus Donald Rumsfeld
Die heeft het erover van, sekshandel mag niet. Maar we hebben niet alles onder controle. En het is voor ons geen reden om dan het contract op te heffen of zo, zei hij. Dan Cynthia McKenna, dit is ook echt een Albert Einstein brein met een mooie oorbel. Die neemt het te grazen, jongen. Was never in the penalty box. If you could proceed to my second question, please. The second question. En wat was de tweede vraag ook weer? Want ze had dus in de eerste vraag begon ze over sekshandel en vaccinatieprogramma's. Dat waren twee vragen in één. Nou, over die vaccinatieprogramma's heb ik Donald Rumsfeld niks horen zeggen. Maar ja, dat was vraag 1a, vraag 1b en vraag 1b beantwoorden we niet. Even kijken wat vraag 2 was. Smallpox and anthrax vaccines. Die vaccines. Vraag 1 is dit nog steeds. Een plaagvaccine. Jeetje zeg. Acquisition program. Mr. Secretary, is it policy of the U.S. government to reward companies that traffic in women and little girls? That's my first question. My second question, Mr. Secretary, according to the Controller General of the United States, there are serious financial management problems at the Pentagon, to which Mr. Cooper alluded. Fiscal year 1999, 2.3 trillion missing. Fiscal year 2000, 1.1 trillion missing. DOD is the number one reason why the government can't balance its checkbook. The Pentagon has claimed year after year that the reason it can't account for the money is because its computers don't communicate with each other. Precies, dat ging over dat die niet communiceren aan de computers. En wat gaat Donald Rumsfeld daarop zeggen? Nou, even kijken, je weet nu gelijk al dat het een ongelofelijke bullcrap die er nou uitkomt. Kan je toch gewoon geinen. Het was 3,34 toch? Ik scroll maar een beetje door. Ongeveer hier. The second question. I forgot. Oh. Kijk. Dit is mooi, hè? Je voelt helemaal zijn ademhaling stokken. Even terug, hoor. Wat is de tweede vraag ook weer? Ja, dat is ook zulke idiote vragen. De eerste vraag ging over hoe zit het met seksslavernij? Slavernij. Allemaal kleine meisjes en vrouwen. Over jongens heeft ze niet zoveel te zeggen. Die worden dan vervoerd. En die vaccinaties, dat is vraag 1. En dan hebben we hier vraag 2. I've forgotten what the second question was. I think Ms. Jonas knows. Geweldig. Dit is toch echt. Dit is voor mij geregisseerd, hoor. Okay. Thank you, Ms. McKinney. I appreciate the question. I appreciate your interest in our department's financial condition. And we are working very hard on that program. I've just come back recently. I understand that you're working hard on it, but my question was, who has the contract? How long have they had that contract? And how much money have we spent on it? Ja, dan komt er dus een of andere vrouw. En die zegt, we are working very hard. Very hard on what? Die hele automatisering bij de overheid, dat stelt helemaal niks voor. En allemaal eigen systeempjes. En dat connect helemaal niets, ze weten ook helemaal niks. Als ze wel wat zouden weten, hadden ze mij al lang gearresteerd. Maar die klojo's weten niet eens waar ik woon. En om een beetje op een kop te krabben van, is dit wel een probleem, die periwinkel? Ja, natuurlijk. Eikels, dat je gewoon in de gaten moet hebben. On it. In general, we spend about $20 billion in the Department on Information Technology. Zo, de knetter. $20 billion. En ze zegt ook niet eens een tijdseenheid erbij. Maar dit is ook een vrouw, hè. Even terug. Ze zegt niet eens een tijdeenheid. Ze zegt alleen maar $20 billion. And how much money have we spent on it? In general, we spend about $20 billion in the Department on Information Technology Systems. The accounting systems are part of that. I can get you the exact number of the record. Ze noemt hem $20 miljard per dag. Ik wou echt dit soort mensen, hè? Dit is dan een leuke kapper of zo. Een of andere homo kapper, mag ik hopen. Een geinig brilletje. Ze zal wel ik denk dat ze bijziend is, denk ik. Misschien een leesbril is het. Nee, dit is een verzien. Oké. Nou, dan gaat het nog goed. $20 miljard per maand. Per millennium.
We hebben 20 miljard dollar uitgegeven aan informatiesystemen. Ja, en dus... Ja, wat is het nou voor een antwoord? Het werkt niet. En dan zegt degene die ervoor moet zorgen... Nou, maar het heeft heel veel geld gekost om het niet te laten werken, hoor. Zo, zegt, daar word ik slim van. Of what we spend on our current, what we call legacy systems, and those that we're moving toward. And who has the contract? That would be a multitude of individuals. Could you name some? Okay, ze hebben dus deze blondine die aan het woord komt, omdat die andere stotteraar, weet je ook alweer, die komt er niet uit. Die Donald Rumsfeld, what was the question? Dan komt zij een beetje bullcrap aan. Waar het om gaat is die automatisering. Dus bij het Pentagon waren inderdaad, dat heeft Donald Rumsfeld zelf gezegd, 2,3 triljoen. En wij noemen dat biljoen. Dus 2,2300 miljard. 2300 miljard dollars of euro. 2300 miljard. Dat is best veel geld. Ook voor Amerika. Ja, die waren pleiten. En hoe kan dat dan? Nou, die systemen werkten niet. En hoe kan dat dan? Nou, een of andere vent daar links, daar erachter, die staat een beetje naar zijn stropdas te turen. En die blonde snol, die doet een beetje lollig. Want ja, we hebben boekhoudsystemen. En we hebben legal systems. En we hebben allerlei systems. En we werken heel hard aan, hoor. Ja, maar zij niet. Zij doet er helemaal niks aan. Ze staat gewoon met een leesbril voor achter een microfoon met een leuke haartjes en een geinige oorbel. Please. Well, I think off the top of the my head. Well, I would rather not. I'd rather provide that for the record. That's not privileged information, is it? I'm sure it's not. Well, please. And we still have time, so please. I would be glad to provide for the record. I don't want to talk from the top of my head and be incorrect. Precies. Zij zegt gewoon, kijk, moet je luisteren, mevrouwtje. He? Jij bruintje, jij negertje en ik ben de blanke en ik sta hier achter de microfoon. Je moet goed begrijpen dat ik heb niet van tevoren jouw vragen bestudeerd. Ik heb ook niet de moeite genomen om een dossier open te slaan. Ik sta hier gewoon omdat Donald Rumsfeld niet uit zijn woorden kan komen. En ik moet de persconferentie redden. Snap je dat wel? Jij nigger bitch. We zitten gewoon af te zeiken. He? Dat zegt zij, hè? Ik noem Cynthia McKinney geen nigger bitch. Zij doet dat. Goed naar de luisteren. On your first question, I'm advised by Dr. Chu that it was not the corporation that was engaged in the activities you characterized, but I'm told it was an employee of the corporation. And okay, het was niet de corporation. En wat was een corporation? Het was DynCorp. En we hebben het over het vaccinatieprogramma. Nou, dat was niet van DynCorp. Nee, het was een medewerker van DynCorp. En die heeft al die mensen gevaccineerd. Of die mensen getransporteerd voor de seks. Want de Cynthia McKinney, die is helemaal zo gespannen. Die heeft alle vragen door elkaar gehaald. And it was some years ago in the Balkans that that took place. It's my understanding that it continues to take place. Inderdaad. In de Balkan is daar dus, daar was een hele mooie documentaire van bij de Nederlandse tv. En daar is prostitutie. Dan hadden ze in die legerkampen en die jongens allemaal zo zwetend terug. Om achter die Serviërs aan te jagen. En dan heb je de hele tijd achter die Serviërs aangejaagd. En dan kom je s'avonds terug voor een hapje bourbaise. Maar je wil wel wat neuken. Dat is gebeurd in de Balkan. Is dat alleen in de Balkan gebeurd? Nee, ben jij gek. Gebeurt dat overal? Jazeker. En Donald Rumsfeld, die doet een beetje lacherig. En Cynthia McKinney, die vindt het allemaal prima. Als zij er maar mooi uitziet. Nou, zo'n leuk haardo en nou, een goed sjaaltje. En de oorbellen zien er nog steeds geweldig uit. Is that right? Yes. Well, if you can give me information to that effect, I'm sure you are interested in all of the information that I have. And I'll be more than happy to provide it to you. Good, thank you. But I would also like to get information. Dat is ook leuk, hè? Dat Donald Rumsfeld gewoon echt namens de Amerikaanse overheid toegeeft. Ja, wij weten het gewoon helemaal niet. Heb jij misschien wat informatie? Ja, want Donald Rumsfeld heeft namelijk geen tv. Hè? Niet zo'n tv zoals ik vroeger had. Ik heb gewoon die uitzendingen gezien. Ik weet van al die documentaires. Ik weet wat die katholieke kerk heeft uitgespookt. Maar Donald Rumsfeld is zo dom als het achterend van een kip. Omdat het smaakt te zwijgen over het achterend van Cynthia McKinney. Die ook niet in de gaten heeft dat ze een beetje leuk meeloopt te doen en geen enkel probleem oplost.
information from you. Okay. For example, the information that I just requested about who has those contracts. Wat maakt het ook uit? Als Cynthia McKinney een lijst krijgt van dit zijn de bedrijven die ervoor zorgen dat de overheidssystemen op elkaar aansluiten. En wat gaat ze dan doen? Bij die mensen langs een beetje boos lopen doen? Van, doe het eens beter. Nou, Cynthia McKinney, ik zou je de oplossing geven. Je moet een uniform informatiesysteem opzetten. En dat is per definitie gekoppeld. Net als Facebook. Cynthia McKinney, die moet op cursus Facebook. Dan kan ze gewoon leren dat je dus met Facebook, kan je gewoon iemand in Australië, kan je gewoon een transactie sturen. En is het hit, bom, knal. Wie is er ooit een Facebook post kwijtgeraakt? Het is denk ik wel gebeurd, omdat Facebook erg slecht in elkaar zit. Maar je kan zoiets als Facebook, dan kan je gewoon in elkaar knutselen. En dan hebben we gewoon een internationaal overheidsadministratiesysteem. En zij werkte gewoon aan mee om dat te verhinderen. Let me assure the gentlelady that we'll make sure that this exchange of information takes place. And Mr. Secretary, if you can get back with us on the DynCorp story, we'll get that to the gentlelady. Thank you, Mr. Chairman. We'll get back on both of the first two questions, but the Congresswoman has raised the other question twice now. And I'd like to have General Myers respond, because you mentioned it in the last hearing. Sorry? And I think hij maakt er een punt van dat ze de tweede vraag twee keer gesteld heeft. En nu gaat hij generaal Myers erbij halen. Nou zeg, wat moet het wel niet kosten, man? En wat kost die bril van die lul weer niet? It would be helpful to get the answer, even though okay. We're on red. If you okay. don't mind, Mr. Chairman. General Myers, go right ahead. But I would like to have the answer in writing as well, as I thought my office was promised. Okay, I don't know about the promise, Congresswoman, but could you repeat the question? Ze wil graag een geschreven antwoord. Wat is dit? Ze heeft het over een serieus ding. Het eerste ding is dat er is seksslavernij op deze aarde. En er zijn een aantal personen voor verantwoordelijk. En DynCorp, die hierin genoemd wordt, die zit dat over zijn oren in, volgens mij, hoor. En dat was er misschien maar een medewerker, maar waarom kon die medewerker zijn gang gaan? En de tweede vraag, die ging over vaccinaties. Want wat slaat het op? Waarom moet ik mij laten vaccineren? Ik mankeer helemaal niks. Ja, zeggen ze, wat dan word je ziek? Nou ja. Ik ken ook mensen die worden ziek van vaccinaties. Maar goed, ze zijn weer de vraag vergeten. Laten we even verder luisteren. Question, to make sure I'm answering the right question. This is 9/11 question. The question was, we had four war games going on September 11th. Ja, precies. Er waren vier oorlogsoefeningen. Of oefeningen. Ja. En die behelsten het onderwerp onder andere van aanslagen op de Twin Towers. Dat duidt erop dat er hier sprake is van een valse vlagoperatie. Want anders doe je dat niet. Hè? Anders is die toevalligheid niet. And the question that I tried to pose before the secretary had to go to lunch was whether or not the activities of the four war games going on September 11th actually impaired our ability to respond to the attacks. Dat is een goede vraag. Zij wil weten in hoeverre was het feit dat ons leger, onze luchtmacht, de NORAD, de whatever, die waren allemaal aan het oefenen. En toen gebeurde het in het echt. In hoeverre was dat een zwak moment van ons? Nou, wat denk je zelf, hè? Het was toen behoorlijke paniek, hoor, in die tijd met de NORAD en zijn oefeningen. The answer to the question is no, did not impair our response. In fact, helemaal niets. It did not impair our response. En nou eventjes met jullie even kijken, wat is impair nou precies? Hè? Mijn computer is heel druk. Impair. Aantasten. Oh, oké.
Het heeft geen enkele, het feit dat die oefeningen er waren, heeft geen enkele invloed gehad op onze reactie op die aanslagen van 11 september. Want Donald Rumsfeld is echt toen hij hoorde om 9:05 dat Amerika onder aanval was. Toen is hij gewoon lekker heel rustig, als een rustige leider, is hij gewoon lekker blijven zitten in zijn kantoor. En hij heeft weer overleg gehad met die mensen die van de logistiek waren. Over dat er een aanbieding was voor nog goedkoper toiletpapier. En dan werd aan hem laten zien, ja, dat goedkoper toiletpapier is wel iets grover. En past dat bij uw belletjes? Ja, die vergadering heeft hij gewoon door laten gaan. En om 9:30, 9:55, 10:50. Niemand kan vertellen hoe laat het was op dat moment. Ja, was het de boom boom in het Pentagon. Nou, hij was er dan ook. En hij holt gelijk naar buiten. En die gaat tussen die hulptroepen gaat hij meehelpen sjouwen met stukken aluminium. Als een echte leider, snap je? Ja, je wilt toch niet van je leider dat hij om 9:05, als hij weet dat Amerika wordt aangevallen, dat hij gelijk zegt tegen alle F-16's die nu op de grond staan, en dat hij de oefening afbrult en zegt, jongens, hartstikke leuk dat jullie je spullen hebben, maar nu is het real life. En aanvallen die handel. Dan had hij dat vliegtuig wat op het Pentagon knalde, die had Donald Rumsfeld gewoon uit de lucht kunnen halen, hoor. Maar nee. Meneer blijft gewoon in zijn kantoor zitten en zei, wanneer is de volgende vergadering? Want we hebben nu een vergadering gehad over toiletpapier, maar er moet ook nog een vergadering komen over notitieblokjes. Want het schijnt ook dat er een aanbieding is voor goedkopere notitieblokjes. En Donald Rumsfeld wilde graag weten, kunnen we die notitieblokjesblaadjes ook gebruiken als toiletpapier? Zoiets! En die lul die ging gewoon om 9:30 naar buiten, ging een beetje wandelen van, oké, zal ik even helpen sjouwen, zet je klootzakken. En dat heet dan een leider. Donald Rumsfeld is een eol. En Cynthia McKinney, die gewoon een beetje met de mooie oorbellen denkt dat ze hem op het vuur ligt te leggen, op de grill ligt te leggen. Cynthia McKinney doet helemaal niks. En generaal Meijers mag weer aan het woord. Laten we maar hopen dat hij geen Jood is. General Eberhardt, who was in the commander of North American Aerospace Defense Command, as he testified in front of the 9/11 Commission, I believe. I believe he told him that it enhanced our ability to respond. Kijk, dus, hij gelooft dat iemand tegen de 9/11 commissie heeft gezegd dat juist dat die oefeningen er waren, dat daardoor de responstijd of de reactie verbeterd werd. Hij gelooft dat iemand dat zei. En deze man, die heet Richard Meijers. En nogmaals, laten we voor de Joden hopen dat dit geen Jood is. Given that NORAD didn't have the overall responsibility for responding to the attacks today, that was an FAA responsibility. But they were two CPX's. There was one Department of Justice exercise. Ik zou niet weten wat een CPX is, hoor. There were two CPX's. Oh, dat is mooi zeg, daar word ik echt helemaal blij van. De andere drie CPX'en of zo. Operation ongoing because there was some Russian bomber activity up near Alaska. So we Nee, maar dit is nieuws. Er waren Russische bommenwerpers bij Alaska. En dan moesten we nemen naar Alaska, want er waren die Russische bommenwerpers. Let me ask you this then. Who was in charge of managing those war games? Nou, laat ik het even zo zeggen. Het hoofd van de Amerikaanse strijdkrachten in die dagen, die heette George Walker Bush. Ja. En George Walker Bush, die kleine dus, hè, die dombo. En die zat in Florida, die zat hier een schoolboekje voorleesles te geven. Want dat zo zijn de Amerikanen. Hè? Dus Amerikanen die zijn ontzettend dom. Dat is gewoon mensen als Cynthia McKinney, die vertrouwen ze dan. Want dat is een neger en die stelt gelukkig stomme vragen aan een of andere stomme klojo. Maar ze zijn nog stommer, want ze vinden het gewoon totaal normaal dat hun president voorleesles geeft aan kleine kinderen. En Amerikanen vinden dat gewoon totaal normaal. Ik vind ook echt, laten we Amerika dan maar afkoppelen. We geven Amerika gewoon aan China. En dan mogen die Chinezen gaan vertellen dat een president geen voorleesles geeft aan kleine kinderen op de basisonderwijs.
And General, why don't you give the best answer you can here in a short period of time, and we'll the gentlelady wants to get a written answer anyway, and then we can move on to other folks. The important thing to realize is North American Aerospace Defense Command was responsible. These are command post exercises. What that means is all the battle positions that... Ja, wat gaat hij nou doen? Command post exercises. Wat dat betekent is la 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 la. Deze lul, die moet gewoon toegeven dat die vliegtuigen die op die towers afvlogen, die torens afvlogen, die waren drie kwartier zogenaamd buiten beeld. En ze hebben de laatste F-16, ze hebben ze de Atlantische Oceaan opgestuurd van ga daar maar kijken of er nog meer vliegtuigen aankomen. En dat ding op de Pentagon, dat zagen ze al lang aankomen. En daar in Shanksville, Pennsylvania, en die had op het Witte Huis moeten vliegen volgens het verhaal. En die hebben ze uit de lucht geschoten. Deze fan zit gewoon een beetje te liegen. Are normally not filled, are indeed filled. So it was an easy transition from an exercise into a real world situation. It actually enhanced the response. Otherwise it would take somewhere between 30 minutes and a couple of hours to fill those positions. Inderdaad. Om 9:05 wisten deze mensen dat Amerika under attack was, aangevallen werd. America under attack. Dat stond op de tv. Hè? Dat wisten ze om 9:05. Ja. En om 9:50 vliegt er nog een vliegtuig in de Pentagon. En hoe laat ging dat ding in Shanksville omlaag? En hoeveel F-16's waren er überhaupt in de lucht om dat te voorkomen? Nou, het aantal is N-U-L. Want Amerika is gevuld met hele domme mensen en die kunnen geen straaljagers bedienen. Battle spaces with the right staff officers. Mr. Chairman, begging your indulgence, was September 11th declared a national security special event day? Wat is dit weer van onzinvraag? Oh, is 11 september verklaard tot nationale... Deze bagger gaan we nog even naar luisteren. Dit is echt wel waard. Dan kan je het gewoon horen. Zal het je gewoon uitleggen. Indulgence. Was September 11th declared a National Security Special Event Day? National Security Special Events Day. Dat wil deze tuthola wel weten. Dat er 3000 mensen toen gestorven zijn, interesseert er helemaal niks. Want zij kan wel nieuwe oorbellen. Ze heeft ook zoiets van, ja, deze oorbellen, die doe ik de volgende keer niet meer aan. Want dan denkt iedereen dat ik steeds dezelfde oorbellen aan heb. Mooi zo, mevrouw Cynthia McKinney. Teletubby en La La Land. I have to look back, I do not know. You mean after the fact or before the... No, because of the activities going on that had been scheduled at the United Nations that day. I'd have to go back. Oh jee, de Verenigde Naties hebben het gezegd. En weet meneer Meijers dat wel? Nee, meneer Meijers weet helemaal niks. Die weet niet eens hoe hij een leger aan moet sturen. Je bent een keizer, hè? En je neemt generaal Meijers als hoofd van je strijdkrachten. Nou, dan weet je zeker dat als de vijand aanvalt, dan duurt het 1,5 à 3 uur. Voordat meneer Meijers denkt van, oh, wat moet je ook weer doen als je aangevallen wordt? Even kijken hoor. Hé vrouw, ga eens opzij. Ik moet naar mijn boeken in de bibliotheek, want ik ben alles vergeten. Check. Thank you. Okay, thank the gentlelady. The chair would ask the gentleman from South Carolina to indulge us in that I should have called on Mr. Marshall here in the regular order and missed him, and the gentleman was here, so... Is that okay, Mr. Wilson? We'll recognize the gentleman from Georgia, Mr. Marshall. Thank you, Mr. Chairman, and I appreciate Mr. Wilson's indulgence. Well, you're going to owe him. Probably not very much. Lekker geintjes maken. Ja, gewoon geinen, man. Je moet er altijd mee om geinen. Even kijken, wat was indulgence? Dat heet toch aflaat? Even controleren, jongen. Indulgence. Wat had hij het er hebben over? Ja, aflaat is dat. Wat is het nou? Een gunst of zo. Die ene vent die krijgt een gunst. Ja, het is allemaal het beste.
Ze zitten allemaal oorlog te voeren. Cynthia McKinney, die denkt ook van ja, als we helemaal goed zitten, vind ik alles best. Dan wil ik wel met mijn mondbakkers op tv hoor. Een beetje stomme vragen stellen. Waarbij ik alles door elkaar haal. En gewoon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende onderwerpen door elkaar heen meng. Zodat het een totaal onduidelijke vraag wordt. Maar ik wil wel een geschreven antwoord. Ja. Oh, trouwens, hier staat Webster Tarpley. This is Guns and Butter. Die vind ik niet per se heel geweldig, maar er zijn er 46 oefeningen geweest. Met die aanslagen van 9. En wie heeft dat op zijn geweten? Nou, dat kan ik je vertellen. Er staat hier in de King James Bijbel. Even bijpakken. Dat is gewoon de antichrist. Zeg maar heel makkelijk. Even kijken wat ze ook kan vinden. Misschien moet er een streepje tussen. Dat weet ik niet. Gebeurt er iets? Nee, dat zocht ik niet op. Nee. Hier zocht ik op. Eén Johannes, tweede hoofdstuk, 18e vers. 1 Johannes, tweede hoofdstuk, 22e vers. 1 Johannes, vierde hoofdstuk, derde vers. En 1 Johannes, eerste hoofdstuk, zevende vers. Die heeft dat gedaan. En we weten allemaal wie dat is. Ik zal er even bij pakken. Poop. Franciscus. Francis is ook goed. Hè? Dat is deze vent. Is dat eerst met Trudeau? Heeft hij dan niet? Heeft hij daar zo'n. Is er zo'n dingetje bovenop? En dan vraag je natuurlijk af, waarom zit er zo'n dingetje op? Nou, de eikel. Ken je de eikel? Dat is een vrucht van een boom, van een eikenboom. Dus ik denk van een eikenboom komen eikens. Nee. Er komen eikels van. Van eikenboom komen eikels. Nou, Pope Franciscus, Paus Franciscus, Pope Francis, dat is een eikel. En die heeft dus, die ziet, dan laten ze dus, dat is best eigenlijk wel geinig wat die luiders doen, want ze laten hem er gewoon echt uitzien als een eikel. Iedereen weet dat het een eikel is, want hij heeft 35.000 burgerdoden op zijn geweten, en direct. En indirect nog wel veel meer. En daarom doen ze dan zo'n winkeltje bovenop. Ja, hij heeft 9-11 gedaan. Ja, zeg daar wat van. Hè? Zeg er wat van. Nou, reuze leuk dat jullie hier naar geluisterd hebben. En ik ga hem afsluiten. Op zijn hamburgers zak ik tjus. En dag lieverds.